denken. Wat moet ik vragen? Ik weet het niet. Je gaat nu kijken naar een misschien een beetje chaotische vlog. Want ik mocht opeens invallen als surprise act bij Natuurlijk Theater. En dat was ontzettend leuk, maar daardoor heb ik veel minder kunnen vloggen. Maar ik heb dus allemaal mensen gevraagd of zij voor mij wilden vloggen. Dus als het goed is, komt er een mini-verslag van Mini Antoinette. En heel veel leuke dingen voorbij. Kijk maar. Ik kan het dus vanaf hier een beetje in de gaten houden, maar... Ik ben dus hier. Ik ben dus op een soort van boerderij en het weer is geweldig. En het publiek zit vol, dus ik weet niet wat ik nog meer mag wensen vandaag. Ik voel me vereerd dat ik hier mag spelen en ik heb er zin in. Volgens mij mag ik nog 2 keer. Hey allemaal, we zitten hier echt bij de zorgboerderij en ik moet natuurlijk net zo enthousiast doen als Antoinette. Want ja, vandaag, nee, ze is niet aan het vloggen, maar ja, een beetje vloggen. Maar ze doet vandaag vooral zingen en ja, dan moeten we er natuurlijk ook heel even interviewen. Oh, hey, ja, wat goed hè. Ja, hey. Antoinette, ja. Hey, je staat hier bij de zorgboerderij. Ja. Ja, hoe is dat zomaar gekomen? Nou, ik ging vanochtend lekker ontbijten, lekker rustig. Ik ging even mijn moeder naar het station brengen, dus ik kwam terug. En toen hoorde ik opeens, waar is Antoinette? Paniek. Ja. Dus ik hoorde dat, dus ik zei, hier. Of nee, ze zeiden, wat is je nummer? Dus ik zei, 06. Ja. Oh, wat fijn. Ja, je hebt toch een gitaar? Ja. Je kunt toch zingen, hè? Dat vroeg ze niet eens. Oh nee, alleen de gitaar. Oh ja, prima. Gitaar was genoeg. Ja. Het was, speelman zijn er niet. Dus wil jij alsjeblieft zo snel mogelijk naar echt gaan? Dus ik ging zeg maar van mijn vlog outfit naar mijn singer-songwriter outfit. Ik was net een Barbiepop. En nu sta ik sta je echt. Gewoon hier. Zullen we even een rondje draaien? Zo? Ja. Even, want hier sta je dus hier, gewoon. Bij de microfoon. Ja. En vind je het leuk dan nu toe? Ontzettend. Iedereen is echt super lief. Iedereen is super stil. En dat is best wel spannend, want ik kan ze allemaal aankijken. Dus ik weet ook dat ze allemaal kijken. Zullen we even iedereen laten zien die er nu is? Ja. Dat is oh nee, normaal zit het helemaal vol, hè? Normaal zit het vol, maar echt heel vol. Ja. Het was nou echt rijen dik en heel veel. Heb ik ook gevocht. Wacht, dat kun je nu zien. Jongens, was het leuk! Yeah. Dat is videomagie. Ja, precies. En daar zijn we weer terug. Ja, want vanavond ga je ook nog even optreden. Dat klopt, ja. Ja. Allemaal. Dus you like Limburg Festival? Ontzettend. Ga je vaker komen? Ik hoop het. Ik hoop het. Mag ik weer terugkomen volgend jaar? Ja, wat ons betreft volgens mij wel. Dus dat gaat wel goed komen. Nou, heel even overgenomen van Antoinette. En de volgende keer gaat ze het weer zelf doen. Tot de volgende. Doei. Waar zijn we, mevrouw? We zijn in Niederweert. We zijn in Niederweert. Nee, we zijn in Stevensweert. Het moet niet gekker worden. U bent kapitein, matroos? Nee, ik ben alleen maar passagier. U bent passagier. Ja. Vond het leuk, mevrouw? Ja, het was ontzettend leuk om te zien. Ja. Ah, super. En u bent ook een beetje verliefd geworden op de meneer in de springveer? Nou, dat nou ook weer niet. Het is niet mijn type, zal ik maar zeggen. Maar het was wel heel leuk, ja. Super. En u gaat nog lekker varen? Ja, we gaan lekker met de boot verder. Ja, toch ongelooflijk. Voor mij mag je mee. Ja, kom maar. Kom maar. Kom maar. Ja, we gaan mee. Oeh, nou. Maar is het wel een beetje gezellig met al die oude mensen? Ja, zo gezellig. Is dit alles? Is dit alles? Oh.
Hij speelt met wat hij voor zich ziet. Morgen komt dat kent hij niet. Jan.